In paragraaf 2.3 wordt de laatste belangrijke politiek-maatschappelijke stroming in Nederland behandeld, namelijk die van het socialisme. En in deze paragraaf gaan we kijken naar de manier waarop het socialisme ontstond en wat het socialisme wilde bereiken. En dat socialisme ontstond in een industriële samenleving. De industriële revolutie was in Engeland al in de 18e eeuw opgekomen en ook het vasteland van Europa was al heel snel geïndustrialiseerd, maar Nederland bleef heel lang achter en pas vanaf 1870 kunnen we in Nederland echt spreken van een industriële samenleving. Een negatief uitvloeisel van die industriële samenleving is de zogenaamde sociale kwestie. De slechte werk- en leefomstandigheden van de arbeidersklasse. Zij moesten hard werken voor heel weinig geld, dat werk was gevaarlijk, dat was ongezond, dat was smerig en daar waren zij natuurlijk niet blij mee. Maar ja, hoe ga je dat dan oplossen? Nou ja, daar had Karl Marx over nagedacht en die zien we hier. Die had in 1848 samen met een vriend van hem, Friedrich Engels, een boek uitgegeven waarin hij het socialisme uitlegde. En het doel van het socialisme, ook wel Marxisme genoemd, is gelijkheid en gelijkwaardigheid voor die arbeidersklasse. Die moesten gelijke rechten krijgen, die moesten beter behandeld worden, vond Karl Marx. En het gaat te ver om hier helemaal op zijn theorie in te gaan. Als je daar iets meer over wil weten, verwijs ik even naar de video's die ik bij tijdvak 8 heb gemaakt, die ingaan op het Marxisme, ook wel het communisme genoemd. Nu even heel kort de belangrijkste zaken op een rijtje. Dit is dus het doel van het socialisme, die gelijkheid en die gelijkwaardigheid. Maar dat doel kun je natuurlijk op verschillende manieren gebruiken. Daar zijn verschillende middelen voor. En die socialistische stroming die is dan grofweg ook in te delen in twee groepen. Aan de ene kant heb je de stroming van het communisme. En aan de andere kant staat de stroming van de sociaaldemocratie, ook wel het reformisme genoemd. Dat communisme wilde verbetering van het lot van de arbeidersklasse op een radicale manier, namelijk door omverwerping van het kapitalisme via een gewelddadige revolutie. De arbeiders, voorspelde Karl Marx in zijn boek, zouden uiteindelijk in opstand komen en het kapitalisme op die manier omverwerpen, afschaffen en er zou een socialistische heilstaat ontstaan. De sociaaldemocraten daarentegen, die dachten dat het niet op een gewelddadige manier zou gebeuren, maar die wilden gebruik maken van de democratie. Het kiesrecht zou uitgebreid moeten worden, zodat ook de arbeiders zouden mogen stemmen en dan zouden de regeringen steeds meer sociale wetten gaan maken, die het lot van de arbeiders zouden verbeteren. En hoewel ze dus hetzelfde willen, proberen ze hun doel allebei op een heel andere manier te verwezenlijken. Die communisten waren dus erg radicaal en die probeerden op een heel snelle manier eigenlijk dat lot van die arbeidersklasse te verbeteren, terwijl de sociaaldemocratie veel gematigder was en ook een veel geleidelijkere weg koos om voor gelijkheid en gelijkwaardigheid in de samenleving te zorgen. Oké, hoe zat dat nou in Nederland? Daar kwam dus ook het socialisme op, maar welke van de twee stromingen kwam dan vooral voor? Of kwamen ze allebei voor? Nou, in 1881 werd de Marxistische Sociaal-Democratische Bond, de SDB, opgericht. De grote man van deze politieke partij was Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Hij geloofde heilig in die socialistische heilstaat die Karl Marx had beschreven. En in die socialistische heilstaat zou volgens hem geen plaats meer zijn voor de 5K's. Domela Nieuwenhuis was tegen het kapitalisme. Dat zorgde ervoor dat de rijken alleen maar rijker werden ten koste van de armen die uitgebuit werden. Dat moest dus weg, dat kapitalisme. Daarnaast was hij tegen de kazerne, oftewel tegen het leger. Domela Nieuwenhuis pleitte net als heel veel andere socialisten voor een sterke internationale arbeidersbeweging. Hij was dus ook voor internationale solidariteit en niet voor spanningen en oorlog tussen landen. Ook de koning vond hij niet, want die hield immers het bestaande systeem in stand. En ook de kerk vond hij niet, want de kerk hield de arbeiders eigenlijk gewoon dom, van Domela Nieuwenhuis. Dan werd er gezegd, ja, heel vervelend voor je dat jij het zo slecht hebt, dat je zo weinig verdient. Maar ja, dat is nou eenmaal Gods wil. En Domela Nieuwenhuis vond dus dat dat niet kon. En daarnaast keerde hij zich ook tegen de laatste K, die van de kroeg. Omdat de arbeiders vaak onder ellendige omstandigheden werkten en leefden, zochten veel arbeiders, vooral mannen, een uitvlucht. En die vonden zij in de kroeg. En alcoholmisbruik was dan ook een groot probleem in veel industriesteden. Nou, om de Nederlandse bevolking van zijn ideeën te overtuigen, maakte Domela Nieuwenhuis heel veel propagandatochten.
Hij trok met name door het noorden van het land, het platteland van Friesland, Groningen en Drenthe, waar heel veel ontevredenheid was, waar ook regelmatig kleine stakingen door landarbeiders plaatsvonden. En ja, door middel van het houden van toespraken en het volk op te jutten, probeerde hij ze dus achter zich te krijgen. Net als Abraham Kuyper en Herman Schaapman, die we in de vorige paragraaf zijn tegengekomen, was Domela Nieuwenhuis een echte volksleider, die de bevolking probeerde achter zich te krijgen om zo de politiek te kunnen beïnvloeden. En Domela Nieuwenhuis kreeg succes, want hij kreeg niet alleen arbeiders achter zich, maar ook mensen uit de burgerij, die gingen ook achter het socialisme staan. En in 1888 werd Domela lid van de Tweede Kamer. Maar ja, dat werd geen succes. Hij zat in die Tweede Kamer een beetje als een vreemde eend in de bijt tussen alle liberalen en die enkele confessioneel. En zijn kamerlidmaatschap werd dan ook geen succes. En Domela Nieuwenhuis die raakte gedesillusioneerd en de SDB die besloot daarna nooit meer aan de verkiezingen mee te doen. En de partij werd steeds radicaler, anarchistisch zelfs. Anarchisten zagen niets in de parlementaire democratie en ze wilden liever het hele land ontregelen door middel van stakingen en harde actie. Een belangrijke socialist die het niet met dat anarchisme eens was, was Pieter Jelle Stroelstra. Iemand uit de burgerij die dus ook lid was geworden van die SDB. Maar ja, naarmate die SDB steeds radicaler werd, besloot hij dat hij zijn eigen koers moest gaan varen. En in 1894 richt hij samen met anderen de SDAP, de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, op. En die Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, die stond uiteraard voor de sociaaldemocratie. Zit ook alweer in die naam. Zij waren veel gematigder dan die steeds verder radicaliserende SDB. En zij wilden door middel van geleidelijke kiesrechtuitbreiding steeds meer sociale wetgeving invoeren. En die SDAP kreeg het voor elkaar. Want vanaf 1900 kwam er steeds meer sociale wetgeving. Zoals bijvoorbeeld een woningwet, waarin bepaalde eisen aan arbeiderswoningen werden gesteld. En mede door toedoen van Troelstra werd het socialisme dus een serieus te nemen politieke stroming in Nederland.